Wandelen voor Simavi, wandelen met de meeste van ons met 6 liter water in de rugzak. Ik heb de mijne ook net gevuld en het is wel heel erg zwaar, hè? Tjonge, jonge, jonge. En dan 6 kilometer. Maar het is een beetje om het idee te krijgen wat heel veel kinderen en heel veel vrouwen in ontwikkelingslanden elke dag moeten doen. Voor ons is het zo vanzelfsprekend dat je de kraan open doet en dat er water uitkomt. En we hoeven er niet veel voor te doen. Jullie wandelen in Bloemendaal. Er wandelen trouwens door het hele land nog een heleboel andere scholen. En heel veel kinderen doen aan deze dag mee. Maar we zijn in Bloemendaal. Dit is de wethouder van Bloemendaal, Annemieke Schep. Bent u bij u? U moet wel heel tevreden zijn om dit aantal hier te zien. Ja, ik ben daar heel tevreden mee. Wat is nou volgens u de belangrijkste reden om dit te doen? Het allerbelangrijkste is om er zelf heel bewust van te worden hoe belangrijk water is. En dat is ook het moment waarop de wethouder, nou dat is mooi, komt goed uit de school, uit de eigen gemeente, daar wordt het startschot voor gegeven. Daar komt hij. Door het hele land lopen scholen, schoolkinderen, groepen 7, 8, 6 kilometer met 6 liter water in hun rugzak. Dat doen ze om geld in te zamelen voor schoonwaterprojecten in derde wereldlanden. En daarnaast is heel belangrijk de bewustwording. Het is echt ongelooflijk zwaar. Die vrouw heeft ook niet eens schoenen aan. Op blote voeten, met een baby op de rug en een hele zware kan met water. Kom maar wandelen voor water. Om 6 kilometer te lopen met 6 liter water. Omdat ze hebben geen drinkwater en ze moeten het helemaal halen. Om arme mensen te helpen in andere landen. Voor schoon water en geld. Omdat ik het zielig vind voor kinderen en moeders. Dat er geen schoon drinkwater is. Dat ze geen hygiëne hebben. En door Simavi kunnen ze dat beter maken. In samenwerking met Simavi is deze natuurlijke waterbron beschermd gemaakt. En we zien hier ook allemaal vrouwen die hier hun water halen. Het schoon water halen. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk. En deze waterbron is nu ook van deze gemeenschap. Dat is ook heel bijzonder. Deze mensen zorgen zelf dat deze bron beschermd blijft. Dat die schoon blijft. Dat die blijft stromen. En ja, ze hebben hier dus toegang tot schoon drinkwater.